Ja, beste mensen, een, uh, goedenavond. Van harte welkom bij de, dit eerste fokkerijcollege in een uh, serie van zes die we deze maand gaan uh, presenteren onder de naam uh, KFPS College Tour. Ja, normaal gesproken is uh, februari toch wel uh, bij uitstek de maand dat er in uh, fokvereniging of studieclubverband veel over fokkerij gediscussieerd wordt. Ook als uh, aanloop naar het, uh, het aankomende uh, fokkerijseizoen, dekseizoen. Ja, door uh, de coronamaatregelen is dat uh, dit jaar allemaal niet mogelijk. En we hebben als uh, stamboek gemeend om daar toch iets voor in de plaats uh, te zetten. In de vorm van deze collegeavonden. We gaan in uh, zes avonden gaan we een, uh, een scala van fokkerijonderwerpen gaan we bespreken. En uh, ja, we proberen ook uh, met u daarover in discussie te treden. De mogelijkheid is ook om, uh, om vragen te stellen. Dat kan uh, via de WhatsApp naar uh, het, uh, het nummer van het uh, Fries het, het gewone vaste nummer, 0512-523-888. 0512-523-888. En we zullen aan het eind van dit uh, college ook uh, die vragen uh, proberen te beantwoorden. Mocht het uh, zo zijn dat er veel vragen zijn, dan gaan we dat... Uh, Middels een, een vragen en antwoorden op de website en op vrieso.com gaan we die in ieder geval zorgen dat, dat alle vragen ook beantwoord worden. Nou, we hopen dat we daar toch een klein beetje voorzien in de behoefte om toch met elkaar van gedachten te wisselen over Fokkerij. En ja, wellicht als dat aanslaat dat we er ook in maart nog een kleine toegift aan geven. En mocht het zo zijn dat u een onderwerp geeft waarvan u zegt van nou, dat zou ik toch graag aan de orde willen hebben of meer van willen weten, dan houden we ons natuurlijk aanbevolen en laat dat dan vooral weten. Ja, vanavond gaan we het hebben over fokwaardenschatting, over het belang van fokwaarden in onze fokkerij, de fokkerij van Friese paarden. Een, een onderwerp wat ja, toch steeds meer ook voet aan de grond krijgt binnen onze fokkerij. En dan is het ook van belang dat u een beetje achtergrond heeft van hoe die fokwaren nu tot stand komen. Wat de voordelen van, van fokwaren zijn ten opzichte van andere selectiehulpmiddelen. En vooral ook van hoe u daar zelf als fokker gebruik van kunt maken. Nou, we hebben dat, de titel meegegeven van... Van hoe selecteren we onze merries? Doen we dat nu op basis van, van predicaten, zoals we dat uh, ruim 100 jaar gedaan hebben? Of uh, doen we dat op basis van fokwaarden? Uh, ja, we gaan ons uh, met name bezighouden met merries. We krijgen als Stamboek wel eens een keer het verwijt uh, dat er veel over hengsten wordt gesproken en eigenlijk uh, te weinig over de merry selectie. Nou, vanavond uh, zal toch uh, voor een groot gedeelte in het teken staan van de merry selectie. En vandaar ook de titel van uh, Hoe selecteren we nu onze merries? Nou, in essentie is het zo dat, een, uh, dat het bij een fokprogramma om gaat dat we proberen de genetisch superieure paarden te selecteren die uh, moeten zorgen voor de volgende generatie. He, dus, uh, het gaat om genetica, dus het gaat om de genetisch beste dieren. En wat dan wel eens een, uh, een probleem is of een leermoment, en uh, de meer ervaren fokkers die zullen daar wel eens mee te maken hebben, gaat dat. Het soms zo is dat we uh, toch wel teleurgesteld worden in paarden die uh, voor het oog uh, uitstekende paarden zijn. Uitstekende medisch zijn, maar uh, ja, die dan het wat minder goed uh, blijken te fokken. Het is dus niet altijd zo dat uh, de paarden die op het oog ook het beste zijn, dat die ook het, uh, het beste blijken te fokken. Nou ja, goed, uh, die kant moeten we ook een klein beetje op. The way to go. Dat we moeten proberen toch te selecteren op genetische aanleg, dus het genotype, dus wat in het DNA verankerd is, in plaats van dat we selecteren op basis van het fenotype, dus wat we aan de buitenkant zien en wat soms best wel eens verraderlijk is. En ja, dan is de equivalent daarvan dat, het, dat, we, dat je beter zou kunnen selecteren op de genetische waarde, op basis van fokwaarden. Dan op basis van van predikaten. Dus dat zou de conclusie al kunnen zijn voor deze avond, en ik zal dat uh, met dit college proberen ook uh, te onderbouwen. Ja, ik noemde dat zo net al een leermoment, hè, dat het uh, zo, soms zo is dat uh, paren die voor het oog superieur zijn, dat die het in een fokkerij uh, uh, wel eens een keer wat later zitten. En mijn leermoment, dat zou ik u graag willen zien, en dan zegt u van, hé, hey, een koe, ja, dat klopt. In een vorig leven uh, heb ik me uh, ten aanzien van fokkerij uh, ook met, uh, met koeien bezig gehouden. En mijn leermoment, daarvoor moet ik terug naar het jaar 1987. Dat ik uh, als fokkerijstudent uh, stage liep in, uh, in Canada, in Ontario. En uh, daar kwam ik uh, oog in oog te staan met deze koe. En dat wordt uh, nog steeds wel gezien als uh, de meest perfecte koe ooit. Brookview Tony Charity. Een, een koe die de drie jaar achter elkaar alle uh, shows in Noord-Amerika beheerste. Maximaal aantal punten halen voor exterieur. Een geweldige melkproductie had. En uh, toen ik die koe zag, toen dacht ik van ja, in mijn, wellicht mijn naïviteit van ieder, uh, ieder stamboek, iedere fokkerijorganisatie, iedere KI-organisatie die van deze koe geen uh, zoon op stal heeft staan, die kan de deuren wel sluiten. Nou, de, de koe werd ondertussen nog eens een keer verkocht voor een paar miljoen dollar. Na het overlijden van de koe werd er nog een standbeeld neergezet van deze koe, wat nog steeds in Ontario staat, voor een aantal miljoen. Er kwamen echt via embertransportatie talloze nakomelingen. Maar wat een teleurstelling. De nakomelingen die vielen eigenlijk gruwelijk tegen. Deze bijna perfecte koe bleek een hele matige fokkoe te zijn. Nou, die vertaling kunnen we heel makkelijk ook maken naar onze eigen fokkerij die van Friese paden. we hebben het wel meegemaakt dat dat hengstenkeurings kampioens hengsten heel matige fokhengsten bleken te zijn en we weten ook allemaal wel een aantal modelmerries op te noemen waar we hoge verwachtingen van hadden maar die die verwachtingen in de fokkerij nooit hebben kunnen waarmaken dus het oog bedricht en uh, ja dat uh, uh, betekent dat we toch ook andere hulpmiddelen moeten zoeken om onze merries te selecteren? Nou ja, we hebben dat altijd gedaan uh, middels uh, predikaten. Uh, predikaten van de merries waar we mee fokken. En om te kijken van of dat een, uh, een succesvolle gang van zaken is, heb ik eens uh, de driejarige paarden die uh, in 2018 en 2019 uh, voor de uh, stamboelkeuringen fokdagen, zijn aangemeld. Heb ik de resultaten geanalyseerd en met name ook gekeken naar de predikaten van de moeder, en hoe dan die nakomelingen opkeuringen hebben gedaan. En uh, nou, dan blijkt dat er uh, in twee jaar tijd uh, elf uh, driejarigen zijn gekeurd uit een veulenboekmerrie waarvan 27 uh, uh, procent uh, ster is geworden. Uh, wat er wel eens vragen stelde, ja, wie fokte nog met een Völlerboekmerrie? Uh, goed, er zijn ook Völlerboekmerries die preferent zijn en, en soms goede fokmerries blijken te zijn. Maar goed, 27% van de nakomelingen van Völlerboekmerries werden ster. Um, 78 merries werden gekeurd uit een Stamboekmerrie en die haalden uh, 26% ster. 775 uh, merries kwamen uit een Stermerrie. Uh, dus 775 driejarigen kwamen uit een Stermerrie, de grootste groep. En die haalden een sterpercentage van 36. En dat is ook zo'n beetje het gemiddelde aan sterpercentage wat we door de jaren heen zien. Dan gaan we dan naar de medies, dat de moeders die kroon zijn. En dat waren er 92. Dan zien we het sterpercentage al hoger, eh, met 45. En 60 medijs kwamen uit de model met 48%. Dus in die zin eh, kun je zeggen van dat selectie eh, voor de predikaten. Dus op basis van fenotype, op datgene wat wij zien, of de leden zien. Dat dat best succesvol is. Want de modelmerries doen het als Fockmerries beter dan een Kroonmerries en beter dan een Stermerries en beter dan de Stamboekmerries. Nou, ook daar hebben we gekeken naar de Sportmerries. Die zitten zo'n beetje tussen Ster en Kroon in. Dus op zich is dat ook logisch, want deze Sportmerries zijn vaak Stersport, Kroonsport, Modelsport, wat u maar wilt. Wel mooi is te zien dat de Preverente Merries eigenlijk het beste scoren. He, dus 154-3-jarigen komen uit de preverende merrie en die halen de hoogste score met een sterpercentage van 51%. En dat geeft aan dat, eh, ondanks de beperkingen van het preverentschap van merries, he, wat wel ook wel eens genoemd of benoemd wordt, dat, uh, he, dat we toch zien dat uh, binnen deze groep dat toch het meest succesvolle predicaat is de vraag is van ja dat dat is op zich prima kan het ook nog beter ik heb ook gekeken van ja, als je nu eens een keer de beste moeders qua fokwaarde neemt waar kom je dan wat voor sterrenpercentage haal je dan nou ik heb gekeken naar de medis de moeders met een fokwaarde van 107 voor exterieur en beweging in totaal dat waren er 95 en dan kom je op een sterpercentage van maar liefst 70%. Dus de medisch met een hoogste fokwaarde, die doen het in de fokkerij beter nog dan de modelmerries en ook beter dan de preferente medisch. Dus dat is wel een, een belangrijke constatering. Dus dat, je, dat fokwaarden in principe beter nog de genetische aanleg van een paard weergeven, van een merrie weergeven. Dan dat de predicaten dat doen. He, dus niks te nadenken van de predicaten, die hebben uh, prima werk gedaan. Het, het, het werkt ook, dat geven deze cijfers aan. Alleen het kan beter. Zo geven ook uh, de getallen aan voor de merries met de hoogste fokwaarde. Ja, hoe kunnen we dat nu verklaren? Het belangrijkste verschil tussen, uh, tussen predicaten en uh, en fokwaarden is dat je in de fokwaarde niet alleen kijkt naar de eigen prestatie van het paard, dus de scores voor tijdens de exterieurkeuringen of tijdens de ABFP en de EBOP, maar dat je daar ook de afstamming in meeneemt. Nou, we weten allemaal dat de afstamming heel erg belangrijk is als het gaat om het vaststellen van de fokkerijwaarde van een paard, van een merrie, maar ook voor hengsten. En uh, ja, dat is de belangrijkste reden dat, uh, dat de fokwaarden uiteindelijk een beter beeld geven dan de predikaten. Domweg, omdat we niet alleen uh, de informatie van het paard meenemen, maar ook uh, de, de, de kwaliteiten van de vader en van de moeder. En later, en dat speelt met name bij Hengsten, maar ook uh, uh, zeker ook bij Merries, uh, dat ook de nakomelingen een rol spelen. Het is bij Hengsten zo als er... Uh, Eén keer een stuk of 50 of 60 nakomelingen van een hengst zijn gekeurd. Dat zijn eigen uh, exterieur of zijn eigen uh, prestaties uh, geen rol meer spelen, ook niet uh, de afstamming. En dat dan de fokwaarde volledig wordt uh, gebaseerd op uh, de prestaties. Van de nakomelingen. Nou, bij merries ligt dat wat anders, omdat het aantal nakomelingen voor merries eh, toch wat, aan de, eh, wat, wat een stuk lager ligt. Dus dat is de eerste reden dat fokwaarden over het algemeen beter zijn dan predikaten, omdat je de afstamming meeneemt. De tweede reden is dat je eh, na de scores van de paarden, dat je die toch probeert te filteren voor de niet-genetische factoren. He, dus de prestaties, de scores, zowel voor ABFP, IBOP als de linea score tijdens de keuringen, die worden gecorrigeerd voor alle dingen die voor ruis zorgen. Nou, in de eerste plaats is het zo dat we de paarden en de resultaten vergelijken binnen hun rubriek. Dus dat betekent dat je paarden met elkaar vergelijkt die onder dezelfde omstandigheden worden uh, gekeurd. He, dus het kan dus een keer slecht weer zijn, de bodem kan dus een keer wat minder zijn. Dus dat zou in, in, uh, in absolute zin in predicaten een grote rol kunnen spelen. In de fokwaardenschatting wordt daar dus voor gecorrigeerd. Tweede correctie is uh, dat er ook gecorrigeerd wordt voor leeftijd. Het is zo dat, uh, ja, dat vierjarige paren over het algemeen toch wat, uh, wat sterker zijn dan driejarigen. Uh, in die zin uh, voor die kenmerken ook hogere uh, cijfers laten zien. En daar hou je dus in de Fokwaderschatting rekening mee. Hetzelfde geldt voor uh, een correctie voor geslacht. Hengsten scoren over het algemeen toch net iets beter dan medisch. dus daar hou je rekening mee. En als laatste uh, wordt er ook rekening gehouden met, uh, met uh, de jury, de verschillen daarin. Nou, die verschillen zijn, uh, zijn klein. Maar eh, proberen we ook zo klein mogelijk eh, te krijgen middels uniformering. Maar er zijn altijd wel wat verschillen, ook als het gaat om het lineair ten aanzien van eh, de gemiddelde score. Maar ook de spreiding die daarin wordt aangebracht. En het zou natuurlijk eh, niet goed zijn dat het eh, in een fokwaardenschatting uit zou maken van wie een paard heeft gekeurd. En dus dat zou in, in principe nog een klein beetje een rol kunnen spelen bij het predicaat wat een paard krijgt. Maar uiteindelijk in de fokwaardenschatting wordt daarvoor gecorrigeerd. Omdat we het scoregedrag van alle leden in kaart hebben. Dus dat is de tweede reden dat de fokwaardenschatting eigenlijk betrouwbaarder, betrouwbaarder, dus betere informatie geeft over de fokwaarde van een paard dan predikaten dat doen. Nou ja, de derde correctie is dat als we naar Merries kijken... Dat we als we naar hun nakomelingen kijken, ook uh, toch uh, rekening houden met uh, welke hengsten er bij die merrie uh, zijn gebruikt. Uh, je kunt je voorstellen dat als een, uh, een merrie gepaard is met alleen maar goede hengsten, preferente hengsten misschien, dat de resultaten beter zijn dan dat die merrie is uh, gepaard met minder goede uh, hengsten. Andersom, ook bij de Fokwaarderschatting voor hengsten doen we dat. Dat is misschien nog wel belangrijker, want we weten ook dat de ene hengst toch meer kansen krijgt dan de andere. Soms betere merries krijgt. De Fokwaarderschatting houdt daar rekening mee. In, als we praten over volkwaarderschatting, is uh, niet een probleem dat uh, de ene hengst op betere merries wordt gebruikt dan andere hengsten. He, met een, een sterpercentage, wat we ook wel eens presenteren voor hengsten, is dat wel het geval. He, wordt een hengst op goede merries gebruikt, dan zal daardoor, alleen daardoor al uh, het, uh, uh, het sterpercentage hoger zijn. Dus uh, het belangrijkste voordeel is dat uh, bij de volkwaardenschatting we de prestatie van een paard wegen ten opzichte van zijn afstamming, hè, zijn vader en zijn moeder. En de manier waarop dat gaat is afhankelijk van wat we noemen de erfelijkheidsgraad. En ik zal het straks toelichten, er zit ook een plaatje onder voor de mensen die wat visueel zijn ingesteld. Ik zei zo net al dat... Uh, <tosses> Dat, uh, het is, dat niet alles wat we zien erfelijk is. Nou goed, dat uh, kun je in dit plaatje zien. Twee foto's van dezelfde jonge man en uh, we zien de nodige verschillen. En als we dit nu zouden moeten uh, beoordelen, dan komen we tot hele verschillende waarden. Terwijl het. Uh, het genetisch om dezelfde kerel gaat. Dus wat dat betreft geeft dit dat plaatje nog een keer aan. Dus de manier waarop we afstamming inwegen ten opzichte van de eigen prestatie is afhankelijk van de erfelijkheidsgraad. Nou, erfelijkheidsgraad is een belangrijk begrip in de fokkerij en de genetica. En dat geeft eigenlijk aan dat het percentage van de verschillen die we tussen paarden zien. Die wordt veroorzaakt door de genen. Wat wij uiteindelijk zien, is een, een samenspel van wat er in de genen zit, maar ook de omgeving van een paard. En het ene kenmerk is, is veel meer afhankelijk van de omgeving dan het andere. Dus kenmerken met een hoge erfelijkheidsgraad die, die worden weinig beïnvloed door de omgeving. He, door opvak, door training of door manier van presenteren. En kenmerken met een hoge erfelijkheidsgraad hebben daar minder invloed op. Nou, de volgende sheet laat een aantal uh, voorbeelden zien van uh, kenmerken met een, uh, een hoge erfelijkheidsgraad. En die van een, met een lage erfelijkheidsgraad hoog. De allerhoogste is uh, het kenmerk hoogtemaat. Dat is uh, uh, bijzonder uh, erfelijk bepaald, eigenlijk heel weinig door de, door de invloed van de omgeving. Datzelfde geldt voor het kenmerk uh, hoofduitdrukking. Daar kun je ook iets bij voorstellen. Er zijn weinig manieren om dat kenmerk te beïnvloeden. Ook een kenmerk wat makkelijk te scoren is, dat, dat hoort er ook nog eens een keer bij. Sommige kenmerken zijn best wel eens een keer wat ingewikkeld te scoren. Onderarmlengte is een kenmerk met een hoge erfelijkheidsgraad. Het onderbalkenmerk eh, Rastype is dat. En ook het, het kenmerk DRAF, eh, zeker als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met het kenmerk STAP. Nou lage erfelijkheidsgraad is bijvoorbeeld de stand van het voorbeen. Dus uh, recht of onderstandig, nou ja daar kun je iets bij voorstellen. En, uh, een voorbrenger met veel ervaring die, die zal, zal ervoor zorgen dat een paard wat van nature onderstandig is toch recht voor de jury wordt gepresenteerd. Nou, de jury die heeft daar ook wel weer trucjes voor om daar doorheen te kijken maar dat blijkt toch wel moeilijk te zijn. Um, Kwaliteit beenwerk is ook zo'n kenmerk, wat best wel een beetje door de omgeving te beïnvloeden is. Um, ja, het kruislengte dat is dan wel een, wat een bijzondere, dat die erfelijkheidsgraad wat lager is. Want dan zou je zeggen, van, nou ja, dat is een, een vast gegeven, daar is weinig uh, uh, invloed vanuit de, de omgeving. Maar kennelijk is dat uh, uh, toch wat anders. Ja, beenwerk, het onderbalkkenmerk beenwerk is wat lager. En ook het uh, kenmerk stap, ik noemde het al. Heeft een wat lagere erfelijkheidsgraad, dus wordt meer door de omgeving beïnvloed dan bijvoorbeeld het kenmerk draf. Nou, kijken we naar meer sport en sportaanleg, dan zien we hoge erfelijkheidsgraden bij de ABFP. Op zich is dat logisch. Die paarden worden getest, getraind en beoordeeld onder uniforme omstandigheden. En als we kijken naar de sportresultaten, en dat is dan de hoogste stand, zoals we die ook registreren bij de KNS. Is veel meer door de omgeving te beïnvloeden, bijvoorbeeld ook door de ruiter die het paard traint en ook presenteert. En nu is het zo dat, in de schatting het zo is als je een kenmerk hebt met een lage erfelijkheidsgraad, de nadruk iets meer ligt op de stamboom en iets minder op de eigen prestatie, dus de score van het paard. En hebben we te maken met een kenmerk met een hoge erfelijkheidsgraad dan is het zo dat de observatie aan het paard, dus de score, de beoordeling of de, 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 de meting, zoals met stokmaat, dat dat zwaarder wordt ingewogen dan, uh, 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 dan de pedigree. Om dat een klein beetje te vertalen, als je een, een grote nakomeling of een grote merrie van Jasper hebt, dan mag je er toch van uitgaan dat, uh, dat die merrie ook grote nakomelingen geeft. Uh, andersom, als je een kleine merrie vampier hebt, dan zou je er toch beter een hengst op kunnen gebruiken die wat meer formaat verheft. Uh, andersom, als je een wat minder goed stappende beert hebt, dan zegt het uh, schat ik naar erfelijkheidsgraad van stap is wat lager. Dus we gaan er toch vanuit dat, uh, dat genetisch gezien deze stap uh, best wel acceptabel is. Dus daar zou je dan wel wat, uh, uh, wat risico mee kunnen nemen. Uh, ja, heb je een, uh, een goed stappende merrie van een, een hengst uh, die een wat minder goede stap vererft, dan zou je misschien geneigd zijn om daar wel wat uh, concessies te doen bij de hengstenkeuze. Maar uh, uh, wat, eigenlijk de zegt, hè, wat, uh, wat de Fokwaarderschatting zegt, wat de zegt, is uh, van uh, een goed stappende merrie van een vader die een mindere stap vererft, kun je toch maar beter een, goed, uh, ver, uh, een goede stapvererver gebruiken. Hey, op die manier zit de fokwaardeschatting dus in elkaar. Op die manier worden ook uh, prestaties van het paard, scores, beoordelingen ingewogen ten opzichte van de afstamming van het paard. Ja, dit is wel een, een plaatje wat ik uh, wel graag mag laten zien, omdat dit. Uh, wel een beetje aangeeft van uh, dat sommige mensen wel eens wat simplistisch over fokkerij denken. In de benadering van, uh, nou ja, goed, uh, 1 en 1 is 2. Dus als ik uh, nu het ene combineer met het andere, dan krijg ik uh, wat anders. Nou, als je wat langer in een fokkerij bezig bent, dan weet je dat uh, 1 plus 1 soms 3 is. Uh, en soms ook wel een half, of misschien wel min 1, of wat dan ook maar. En eh, als je van een bepaalde merry meerdere nakomelingen van dezelfde hengst hebt, dus volle broers en volle zussen, dan weet je ook dat daar best wel een hele hoop eh, verschil in kan zitten. En op zich is dat logisch, want eh, ja, een, een hengst geeft de helft van zijn genen door, de merry geeft de hengst van zijn genen door, en dan is het eh, puur toeval eh, krijgt de nakomeling de beste helft van eh, de genen van beide ouders. Of misschien wel een minder goede helft en uh, ja, dat is toch het de factor toeval de factor geluk die in fokkerij zit en uh, ja, waar we eigenlijk geen invloed op hebben het volgende plaatje geeft dat uh, geeft dat weer middels een, uh, een grafiekje als we nu een, uh, een combinatie maken tussen uh, een hengst en een merrie en we doen dat uh, een, een heel aantal keren bijvoorbeeld via embryo-transplantatie. En het, het gemiddelde van vader en moeder voor het betreffende kenmerk is 109. Dan nou, zal zo rond de 30% eh, ook op die 109 gaan zitten. En eh, een heel klein gedeelte die heeft toevallig van beide ouders de beste genen meegekregen. En die gaat richting de 117. En dat zijn natuurlijk de paren waar we naar op zoek zijn. Maar het kan ook zo zijn dat, eh, ja, dat die van beide ouders de minder goede genen gekregen heeft. Puur door, door, vanwege toeval. En naar een fokwaarde gaat van 101. Dus een stuk minder dan het gemiddelde van beide ouders. Ja, en dat is gewoon een kwestie van, eh, van geluk hebben en van pech hebben. En we horen mensen wel eens zeggen van eh, fokken is gokken. Nou, in zekere zin is dat ook zo. Want dat stukje geluk en pech, dat heb je niet in de hand. Het is natuurlijk wel zo dat je als fokker wel bepaalt wat jouw uitgangsmateriaal is. En welke keuze je maakt. Dus het is op zijn minst... Gokken met uh, ja, toch een stukje voorkennis. en proberen uh, middels het, het goede uitgangsmateriaal. en ook het maken van de goede combinaties. toch het, uh, het, het geluk ook een kans probeert te geven. Ja, om dat een, een beeld te brengen. Uh, heb ik een, een merrie gezocht. die uh, uh, een, een hoop nakomelingen heeft van dezelfde hengst. En Dat is ook wel een bekende merrie. Dat is uh, de bekende merrie Boukje C. En, uh, een Stambok preverente merrie met negen ster-nakomelingen die we kennen als de moeder van de hengst Meinte, 94. En deze uh, Meinte die heeft maar liefst, uh, zes volle broers en volle zussen. Dus uh, alle zeven uit de combinatie van Beert en uh, Boukje. En Boukje was een Anton uit een uh, Jelmer-merrie van de familie Sent. En als we dan kijken naar de gemiddelde fokwaarde, wat we dan wel het verwachtingswaarde noemen. Dan zien we voor hoogtemaat 102,5, rastype 102, bouw 105, beenwerk 103,5. De kracht zit met name in de beweging. De stap 108,5 en de draf 104,5. En dan is het aardig om te kijken van wat hebben nu die nakomelingen gepresteerd. Nou, uiteindelijk uh, was de laatste de beste. Uh, niet helemaal de laatste, want er komen nog, uh, als ik het goed gezien heb, nog twee uh, jongere nakomelingen die gaan nog komen uh, op de keuring in de komende tijd. Um, maar we hebben uh, Mijnten en uh, het zijn twee volle broers Daanzee en ook Flipzee. Beide hengsten ook aangewezen voor het uh, centraal onderzoek. Dus op zich best wel uh, bijzonder dat je van een 3. Uh, drie... Zoons aangewezen heb voor het Centraal Onderzoek. Daanzee en Flipsee hebben het niet gehaald. Mijnt uiteindelijk uh, goedgekeurd. Staat op dit moment in de Verenigde Staten. En uh, Willemke C. is ook een uh, Vulleboek sterhengst. En daarnaast hebben we drie ster uit die combinatie. Aukje C., Renske C. en Ninkke De laatste daarvan is een ster met een eerste premie. En de anderen hebben een. Uh, uh, dat zijn ster met een tweede premie. Nou, dan kijken we naar de fokwaarden. Uh, en per onderdeel, uh, de, de hoogste van de volle broers, volle zussen zijn in groen aangegeven en de laagste in rood. En dan zien we dat daar uh, tussen die volle broers en volle zussen toch al een verschil zit van 4 à 5 indexpunten. Nou, dan hebben we eigenlijk uh, niet helemaal een goed voorbeeld, want een normale gang van zaken zou zijn dat uh, hier ook nog wel een stamboekmerrie bij zit of een, uh, of een hengst die niet sterren was geworden. En dan waren de verschillen uh, wellicht nog, uh, nog groter geweest. Nou, als we kijken naar Mijnt, op zich wel aardig dat hij qua exterieur, dat wisten we natuurlijk ook wel, vanuit de, he, de volle broers misschien wel niet de, de betere was. Maar qua beweging he, wel duidelijk de beste. En dat, he, dat blijkt ook uit deze cijfers, he, waar hij he, van alle volle broers en volle zussen de hengst is met, met de hoogste fokwaarde. Dan nou, kijken we dan naar het gemiddelde. Dan zien we ook dat voor alle kenmerken deze combinatie beter heeft uitgepakt dan je op basis van het gemiddelde van beide ouders uh, zou mogen verwachten. En dat betekent uh, dus ook uh, dat, uh, ja, dat uh, de, de fokker uh, aan geluk, en dat geeft dat onderste plaatje nog maar een keer aan, uh, overeenkomstig de, het vorige diagram, de vorige sheet. Uh, een een beetje, beetje geluk is hier ook wel uh, uh, bij komen kijken. Want, uh, ja, als je zeven volle zussen hebt, volle broers, en ze zijn allemaal sterren, zitten Stamboek bij en twee eerste bezitteringen, dan is het natuurlijk de kwaliteit van de ouders. Maar het heeft ook te maken met een klein beetje geluk. Maar goed, volle broers en volle zussen, daar zit dus best wel een groot verschil in. Dat nou, volgende plaatje dat is uh, uh, dezelfde dan het vorige diagram, alleen nu gaat het over. Uh, Twee keer een verschillende combinatie, in blauw een combinatie van, van erg hoge ouders, voor een bepaald kenmerk, maakt niet uit welke, een gemiddelde fokwaarde van 109 en de rode die zit op een gemiddelde fokwaarde, de verwachtingswaarde van 103, dus duidelijk minder. En dan zie je toch dat in de gevallen waar je in de rode combinatie veel geluk hebt, dus aan de rechterkant van het diagram zit en in de blauwe, dat je wat pech hebt, dus dat van beide ouders de wat mindere helft van de genen zijn doorgegeven, dat je ondanks de lagere verwachtingswaarde van de rode combinatie, dat je daar toch een aantal dieren gaat krijgen die beter zijn dan sommige nakomelingen uit de blauwe combinatie. He, dus uh, in die zin is dat misschien ook wel uh, goed om aan te geven dat, uh, dat je je niet moet uh, laten ontmoedigen dat jouw merrie niet in de top 100 uh, fokwaarde staat. He, dat, je, he, dat je desondanks toch uh, een, um, een paard kunt fokken, een veulen kunt fokken wat, uh, wat een, een hoge fokwaarde heeft. Alleen met wat minder goed uitgangsmateriaal is je kans wat kleiner en heb je iets meer geluk nodig. En uh, met goed uitgangsmateriaal heb je wat een grotere kans. Maar heb je zeker uh, geen garantie dat het ook een, uh, een topper wordt? He, dus uh, het is, uh, Fokkerij is vaak toch het, het, uh, het kansen geven aan, uh, aan paden. En dat doe je met name door het, uh, het kiezen van het juiste uitgangsmateriaal en het maken ook van de juiste combinaties. Nou, we hebben uh, in 2019 gemeente dat het goed zou zijn om een, uh, een totaalindex uh, te introduceren. En uh, wat we eigenlijk daarmee wilden doen, is uh, toch de mogelijkheid geven om, uh, om hengsten en merries op kwaliteitsvolgorde, van uh, ja, naarmate naar uh, een paard waardevol is, uh, op volgorde te zetten. Uh, daarvoor uh, werden paren, uh, over het algemeen hengsten ook op, uh, op leeftijd uh, uh, gepubliceerd, of op alfabet, uh, net wat uh, het best uitkwam. Maar het is natuurlijk goed om in een fokkerij ook aan te geven van wat de meest waardevolle fokdieren zijn. En vandaar dat we gezegd hebben: van, nou, dat, is, dat is goed om dat op basis van een totaalindex te doen. En dat doen we door een, een gebalanceerde inweging te maken van de verschillende selectiekenmerken. Dus, exterieurbeweging. En, en dan is het maar net van wat je, welk kenmerk je het belangrijkste daarin vindt. Het ene kenmerk is, is belangrijker dan het andere. En dan komt erbij dat je er ook voor moet zorgen dat, uh, dat de selectie voor zo'n totaalindex niet gaat leiden tot nog meer intilt. Hey, intilt is uh, iets waar we, ja. waar we toch heel uh, goed moeten monitoren in onze uh, gesloten fokkerij. In het uh, tweede college gaven we met name in op, uh, op intilt en verwantschap. Maar ook in de fokwarenschatting en ook bij de ontwikkeling van die totaalindex hebben we, natuurlijk, hebben we uh, rekening gehouden met intilt. Om te ervoor te zorgen dat, uh, dat deze uh, een selectie op uh, totale index niet zo leidt tot uh, een extra toename van, uh, van Intel. Nou, Hoe is die, zijn die kenmerken dan uh, ten opzichte van elkaar ingewogen? Uh, bij uh, de Fokdoel kenmerken uh, is dat... Uh, uh, exterieur ten opzichte van uh, sport, aanleg, uh, beweging 40-60. Nou, dat is iets wat we ook in het fokdoel hebben vastgelegd. En dat is ook iets wat we uh, uh, meenemen bijvoorbeeld bij uh, de keuringen. Waar ook uh, de beweging uh, zwaarder meetelt, 60% meetelt. En het exterieur 40%. He, dus uh, ook dat is gebaseerd op datgene wat in het fokdoel is uh, beschreven. En zo is de schatting ook ingericht. En uh, als we kijken naar uh, de verhouding tussen uh, de fokdoelkenmerken, dus sportaanleg en, uh, en exterieur, ten opzichte van verwantschap, dan is dat een verhouding van 80-20, met 80% gewicht op de fokdoelkenmerken, 20% uh, um, gewicht op uh, het verwantschap. En die, uh, af, die verhouding is gekozen om op dat, uh, met deze verhouding de intilt niet uh, extra toeneemt als er uh, geselecteerd gaat worden op. Uh, deze totaalindex. Nou, de toekomst is natuurlijk dat we het, uh, het aantal fokdoelkenmerken of, of selectiekenmerken in de totaalindex gaan, uh, gaan uh, toenemen. Hè, we vinden karakter belangrijk, Hè, daar zijn we ook in de fokwaarderschatting mee bezig. We vinden uh, levensduur belangrijk, dat zouden we graag mee willen nemen. En we zouden ook uh, graag uh, de, de volkwaarden op basis van echte sportgegevens, competitiesportgegevens, ook uh, in die totaalindex willen meenemen. Dus dit is een eerste stap uh, die we daar uh, in 2019 mee gezet hebben. om uh, Hengsten en Merries op volgorde te kunnen zetten. Nou, als we dan kijken naar uh, die. Uh, Lijsten, nou, die kent u, die publiceren we één keer in het jaar, de toplijst van, uh, van merries. Dat was een, uh, een lijst met, uh, met 1700 uh, merries uh, die het, het, het hoogste uitkomen. En uh, ja, dat zijn eigenlijk uh, de merries uh, die we voor de fokkerij uh, willen inzetten, zoveel mogelijk willen inzetten. En uh, zeker als je praat over de allerhoogste merries, nou, hier zijn de, beste 20, uh, de hoogste 20 afgedrukt. Ja, dan zou het eigenlijk uh, mooi zijn dat we van, die, uh, van dat soort Merries meer dan één veulentje per jaar zouden kunnen krijgen, bijvoorbeeld uh, via embryotransportatie. Want juist deze groep medis die, uh, die zou een, een belangrijke bijdrage kunnen leveren en uh, toch een, een, genetic, een genetische boost in onze fokkerij. En, uh, ja, dus die zou je op die manier graag uh, daar ook uh, wat meer in willen uh, benutten. Die fokwaarden zijn voor alle paarden te bekijken in, in mijn KFPS. Het is ook de paarden die niet in die top 1500 staan. In, die, in mijn KFPS daar staat nog niet de totaalindex. Dat is wel iets waar we mee bezig zijn. We hebben na de publicatie dan wel de nodige vragen gekregen van, van fokkers: van ja, nu weet ik de totaalindex van mijn Meri niet. Nou, dat, dat klopt. Maar we zijn ook bezig met een, een, een ombouw van, van mijn KFPS, zodat naast alle individuele fokwaarden ook daar de totaalindex zal worden weergegeven. Dus dat is nog eventjes geduld hebben. Nou, die fokwaarden die, die ook in mijn KFPS zijn weergegeven van alle kenmerken, dus, dus ook alle lineaire exterieurkenmerken, kenmerken, die zijn ook prima te gebruiken, bijvoorbeeld bij de, bij de Hengsterkeuze. Je kunt dat op twee manieren doen. Je kunt dat doen aan de hand van het lineair scoreformulier. Maar nog beter is uh, om uh, aan de hand van uh, ook de fokwaarde voor de lineaire kenmerken te kijken van waar nu een merrie compensatie nodig heeft. En uh, nou ja, goed, die informatie is dus opvraagbaar. Als het gaat om uh, de hengstenkeuze, dan uh, zal uh, in uh, college 3 en 4 Zitske Oosterbaan van de Fokkerijraad daar een. Uh, een inleiding houden over hoe je kunt komen tot een uh, goede afgewogen hengstenkeuze. En daar zal ook uh, dit onderdeel ook, uh, naar voren gaan komen. He, dus aan de ene kant is het uh, een, uh, een hulpmiddel, die totaalindex om te kijken met melk, welke medisch zouden we nu moeten fokken. He, welke medisch zouden we bijvoorbeeld in kunnen zetten voor uh, embryo voor ICSI. En aan de andere kant uh, kan het ook een uh, belangrijk hulpmiddel zijn bij, uh, om te komen tot, uh, tot een goede hengstenkeuze. Om toch even een, een link te leggen nog even naar de predikaten, uh, geeft de, de volgende sheet een, een kleine opdeling van, van ja, als we nu naar die top 100 kijken, van wat hebben die paren nou voor predikaten. Nou ja, wat dan als eerste opvalt is dat er een stamboekmerrie tussen zit. En dan zou je zeggen met, uh, met tienduizenden stermerries en kroonmerries en modelmerries, hoe is het dan mogelijk dat er nog een, een stamboekmerrie in de top 100 staat. Nou, dit is een, een volle zus van de Mary die op de derde plaats staat. Dus het Fogwaren Schattingmodel zegt dat nou ja, deze Mary heeft wat minder goede scores heeft gekregen. En, uh, um, maar we verwachten omdat ze toch uit een, uh, uit een goede familie komt en een goede uh, um, volle zus heeft of drie kwart zus heeft. Uh, schatten we haar genetische aanleg wat hoger in dan uh, op basis van haar predicaat, haar stamboekpredicaat uh, eigenlijk te verwachten is. Overigens, de volle zus die op de derde plaats staat uh, in de indexlijst uh, is als driejarige ooit begonnen als afgekeurde merrie, Dus wat dat betreft uh, kan het ook verkeren. En dat geeft eigenlijk ook wel een klein beetje uh, de relativiteit aan van fenotypische uh, van waarden. En, uh, en kan, uh, kijkt de Fokwaarderschatting de daar toch een klein beetje doorheen? Vervolgens uh, 40 stermerries, uh, 41 kroonmerries, 18 modelmerries. Zou je zeggen: van nou, dat is eigenlijk best wel veel stermerries. Ik zou meer kronen model verwachten in de top. We moeten niet vergeten dat bij die stermerries het over het algemeen gaat over jonge merries, die misschien nog onderweg zijn om ook kroon te worden. Misschien zijn ze al wel voorlopig kroon. En we weten ook dat we genetisch vooruit gaan, dus dat de jongste generatie genetisch ook weer beter is dan de oudere generatie. Dus de stermerries hebben in die zin wat een leeftijdsvoordeel. En uh, nou goed, daar zitten ook een heleboel merries in, wat uh, potentiële kroon en potentiële model merries is. Nou, datzelfde leeftijdseffect dat zie je ook als je kijkt naar het geringe aantal preferente merries in, uh, in de top 100. Hè, dat zijn er maar acht. En uh, nou ja, goed, we weten ook dat uh, voordat een merrie preferent is, dan is ze al redelijk op leeftijd. En ja, moeten ze toch uh, in uh, het grootste gedeelte toch wel afleggen tegen uh, jongere merries die alweer één of twee generaties uh, verder zijn. Nou, ook gekeken naar de, naar de sport of sportaanleggegevens, en dan zien we dat in ieder geval driekwart van de merken in de top 100 ook een, een ABFP of een IBOP heeft doorlopen, want die hebben een, in ieder geval een, een A, A, of A, een triple A predicaat gekregen. En ja, hoe hoger het predicaat, hoe meer kans je ook uiteraard hebt om in, top van de, in de top van deze lijst te komen. Het aantal uh, uh, merries met een triple A predicaat, dat is uh, in die zin wat aan de kleine kant om deze lijst ook nog verder te domineren. Nou, ja, die toplijst die ik zo net liet zien, uh, die 1500 merries, uh, ja, we doen dat ook met opzet, uh, publiceren we die in Excel. Daar krijgen we wel wat klachten over, want uh, sommige mensen hebben geen Excel en die hebben dan liever dat we het in PDF... Uh, um, Presenteren, maar uh, het aardige is en van Excel is dat je dan uh, je eigen uh, uh, selecties daar ook in kunt maken en je eigen volgordes. En uh, het was best wel aardig uh, uh, op de socials daar uh, ook een aantal mensen die daar uh, al redelijk mee aan de, aan de slag waren gegaan. Ik zag uh, met name wat, wat leuke bijdragen van, uh, van Henk Smit, die, uh, die wat aan het spelen was geweest met die lijst, gekeken had naar bepaalde. Uh, groepen nakomelingen maar onder andere ook gekeken heeft van ja wat zijn nu uh, bijvoorbeeld de laag verwante medisch in die uh, in die top 1500 en dat is ook een, uh, een lijstje wat we wat we zelf ook uh, ook gedraaid hebben dit is dan een lijstje van uh, de 20 uh, 20 met een, een laag verwantschap percentage dus lager dan 16,5%, en half was een beetje anderhalve punt breder dan het uh, het huidige gemiddelde liggen en toch in die top 400 uh, totaalindex voorkomen. Dat zie je ook dat, uh, in de laatste kolom dat, uh, dat ze best een, een, een goede totaalindex hebben. En uh, ja, kijken we dan naar de afstamming van deze paden, ja, daar komen we toch uh, uh, namen tegen, ook van, van hengsten die, uh, die wat, uh, wat minder uh, vaak voorkomen. Nou, we zien daar de eerste uh, uh, merries bijvoorbeeld van Omer doorkomen. Uh, heel opvallend is natuurlijk ook uh, de, toch wel de dominante rol van de, van de Namkelijn hierin. En dan zou je zeggen, van nou, dat is de meest uh, uh, invloedrijke medistamp van het stamboek. En dan toch uh, uh, komt die in de laag verwantenlijst voor. Het heeft te maken met uh, het hengsgebruik. Uh, recent bijvoorbeeld, uh, he, Els FT staat erin, voormalig paard van het jaar. Een, uh, een Fabe uh, met de grootmoeder van Naan. Maar het aardige is dat die, die namkelijn ook uh, met de Hengsten nuttert en daarvoor zit een Mary van Geert en dan praten we zo'n een beetje over paarden van net na uh, uh, zo, zo rond de jaren 50, 60. Uh, waar uh, de fokker van, in die tijd van, van deze lijn toch wat een andere afslag heeft genomen, wat hengstengebruik dan veel andere uh, hengsten. Dus ondanks het feit dat het uh, de meest dominante lijn is in binnen ons stamboek met veel goedgekeurde zonen, is dat uh, zeker in de, in de verre moederlijn ook een, uh, een, een lijn die toch wel kan uh, bijdragen aan een, uh, aan een stukje bloedspreiding. Nou ja, met name deze lijst is, uh, is ook uh, bijzonder interessant. Voor de fokkerij. En, uh, en op deze manier kunnen we ook fokkers uh, ja, toch wel uh, uh, laten zien uh, wat ook de waarde is van, uh, van deze paarden. Nou, we zullen binnenkort ook in de Friese, ik denk de Friese van maart, ook uh, een aantal van deze merries in deze lijst uh, gaan belichten. He, want juist ook uh, deze merries uh, ja, die, die kunnen uh, voor de fokkerij een belangrijke bijdrage hebben. Aan de ene kant omdat het gewoon hartstikke goede merries zijn. Met een hoge fokwaarde, aan de andere kant eh, omdat ze een, een onverwante bloedvoering hebben. Nou, ik gaf ze net al aan dat we uiteraard eh, bezig zijn om voor eh, meer fokdoelkenmerken ook eh, fokwaarde eh, te gaan, eh, gaan schatten. Dat is uh, ons to-do-lijstje, om het zo maar te zeggen. En dan gaat het met name over uh, karakter, gaan we het al aan. Uh, de sport op basis van de competitiesport. En ook uh, als het gaat om, uh, om duurzaamheid. We hebben ook vastgesteld op een onderzoek van vorig jaar dat er best wel veel verschil zit in de gemiddelde levensduur van de nakomelingengroepen. Dus als we hengsten met elkaar vergelijken. Daar zouden we natuurlijk graag wat mee willen doen. We willen ook graag dat onze paden, dat we daar lang plezier van kunnen hebben. En zeker ook functioneel gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld middels sport of recreatie. Dus dit zijn hele belangrijke kenmerken die deels toch wel heel lastig grijpbaar zijn als het gaat om fokwaardeschatting. Nou, met karakter weet u, daar hebben we al een, een beginnetje in gemaakt. Sinds 2013 scoren we binnen de ABFP-testen alle deelnemende paarden voor 18 karakterkenmerken. En dat wordt gedaan door, het, door de ruiters, de menners, de mensen die op stal werken. En ja, 18 kenmerken is best wel veel, maar het is ook in die zin ook best een, een lastig kenmerk. Want vraag je 10. Fokkers of die gebruikers van het Friese Paard in verschillende disciplines, van ambitieus tot minder ambitieus, van welke karaktereigenschap je nu het belangrijkste vindt. Dan krijg je waarschijnlijk tien verschillende antwoorden. En, uh, nou ja, goed, we hebben uh, op deze manier daar, uh, geprobeerd ook die breedte daar ook in het vastleggen van de, van de scores rekening mee te houden. En uiteindelijk uh, zijn we gekomen tot uh, uh, vier kenmerken die we nu ook gepubliceerd hebben voor, uh, voor de hengsten die het nakomelingonderzoek doorlopen. En die dus uh, twintig nakomelingen hebben waarvan we deze karakterscorers ook, uh, ook hebben. En dan gaat het over uh, de betrouwbaarheid. De berekenbaarheid van een paard. Dan gaat het over de, de, de trainbaarheid, reactie op de hulp, sensibiliteit, bewerkbaarheid. Het de derde is ook de inzet, werklust, looplust. En de laatste is het kenmerk uithoudingsvermogen. We hebben daar wel eens een keer onderzoek naar gedaan. Dat we middels hartslagmeting, lactaatmeting, proberen toch grip te krijgen op... Op uithalingsvermogen. Maar het is misschien ook best wel mogelijk. om gewoon op basis van ervaringen in de training. daar toch iets over te kunnen vastleggen. Nou ja, dan zien we daar dat ook zijn weerslag krijgen. in de fokwaarden. En dit is een kleine greep van de hengsten. Dat zijn de hengsten die de afgelopen jaren het nakomelingonderzoek hebben doorlopen. En daar zien we bovenaan een hengst als vonger staan. die zowel als het gaat om betrouwbaarheid als uh, en bewerkbaarheid positief scoren en ook voor uh, uithoudersvermogen en voor, uh, voor inzet. Uh, daaronder zie je gerben staan die wat moeilijker bewerkbaar zijn, wat minder betrouwbaar, maar wel uh, uitblinken in inzet en uh, en uithoudersvermogen. Nou, goed, zo heeft ieder uh, hengst uh, bij de nakomelingen toch zijn eigen. Uh, uh, Verervingspatroon, en eh, dat je daar, daar kun je dan als fokker ook eh, gebruik van maken van welk eh, karakter je eh, eigenlijk eh, prefereert of ook het beste bij jouw medie eh, gaat passen. Er zit wel één duidelijke maar bij, eh, we zien dat die fokwaarden ten opzichte van 100 eh, toch wel wat weinig aanwijken, zeker als je dat vergelijkt met exterieur en beweging. En dat heeft ook te maken met uh, het, uh, het eerste kolom achter de naam van de Hengsten, dat is het uh, betrouwbaarheidspercentage, niet te verwarren met de betrouwbaarheid van het paard, maar de betrouwbaarheidspercentage van de fokwaarden. Die zijn eigenlijk uh, wat aan de lage kant. En dat houdt in dat 20 uh, dat nakomelingen uh, scoren voor karakter, dat het eigenlijk wat aan de uh, uh, kleine kant is om daar ook uh, goede uitspraken over te kunnen doen. Dus dat is een onderwerp eh, voor de Fokkerijraad om toch eens een keer over na te denken van hoe wij meer eh, karakterinformatie kunnen verzamelen van eh, nakomelingen van de hengsten. Om ook hier eh, de betrouwbaarheden van de fokwaren omhoog te krijgen. Om zo ook de verschillen tussen hengsten beter in beeld te krijgen. Maar goed, eh, het is een eerste aanzet. Volgens mij zijn we het, het enige stamboek in de wereld die eh, fokwaren heeft voor, voor dit soort eh, kenmerken. En, uh, en we moeten kijken van waar we dit uh, verder kunnen gaan, uh, gaan uitbouwen. Dan uh, de fokwaarenschading voor, uh, voor sport. En, uh, deze zijn nog niet eerder, eerder uh, gepubliceerd. Dus wat dat betreft uh, heeft u daar vanavond een, uh, een primeur. Dat zijn de fokwaarden gebaseerd op uh, de wedstrijdsport. We hebben de gegevens uh, van het KNS. Uh, uh, kan voor alle paarden opgezocht worden uh, in mijn KfP's. En we hebben daar ook alvast wat fokware uh, wat op, uh, op losgelaten. En uh, we hebben daar uh, de disciplines uh, men en dressuur, en, uh, en dressuur onder het zadel hebben we daar, uh, genomen. Dat zijn ook de disciplines waar uh, uh, de meeste uh, scores vandaan komen. We gaan dan rekenen met de hoogste stand van het paard. Hey, je zou liever. Naar alle uh, individuele scores kijken van een paard, ook in vergelijking met, uh, met andere paarden in dezelfde klasse. Maar dat, is, uh, dat soort informatie is uh, op dit moment nog niet te verkrijgen, dus dan moeten we doen met uh, de hoogste stand. Nou, ik heb ze net al aangegeven dat uh, de mate van erfelijkheid daarin gering is, en dat betekent ook dat je best veel nakomelingen nodig hebt om een uh, ...betrouwbare fokwaarden te krijgen. Dus dat is een andere consequentie van, van lage erfelijkheidsgraden... ...dat je veel informatie van nakomelingen hebt om een betrouwbare uitspraak te doen... ...over hoe een hengst voor dat kenmerk vererft. Nou, ik heb daar niet voor niks basis sport neergelegd... ...want ik, nou, ik heb dit lijstje wel eens een keer wat bediscussieerd... ...met wat mensen die wat, wat hoger in de, in de sport acteren... En dan zeggen we van ja, er staan een aantal hengsten toch vrij hoog uh, waarvan ik de nakomelingen niet geschikt genoeg vind voor het, uh, voor het grote werk. En uh, hè, dus daar is ook wel iets uh, van te zeggen. En je zou uh, daar best uh, in de toekomst wel een, uh, een onderscheid in willen, willen maken. Alleen uh, ja, goed, het, uh, het aantal paren wat op uh, President niveau acteert, is uh, natuurlijk ook uh, uh, niet zo groot dat we daar ook een aparte vakbare schatting op kunnen. Uh, kunnen loslaten. Dus, dus dat is wel een zekere beperking. Andere kant is het ook zo dat we in ons fokdoel ook beschreven hebben dat we met name ook nou ja, toch paarden willen hebben die het in, op het basisniveau goed doen. Dat is eigenlijk ja, waar we ons ook met name op richten en ja, daar komt deze informatie ook voor het grootste gedeelte vandaan. Dus, in die zin voldoet het daar wel aan, alleen eh, ik kan me daar wel een klein beetje het beeld van eh, mensen voorstellen die wat hoger in de sport acteren en zeggen van uh, een aantal van deze hengsten die zou ik toch niet uh, prefereren als het gaat om uh, het hoogste niveau bijvoorbeeld in, uh, in de dressuursport. Maar goed, ook dit is een, een onderwerp uh, van, uh, waar we nog het nodige denkwerk uh, moeten gaan doen. Het is uh, de eerste stap. Ook hier hebben we te maken met de betrouwbaarheden die toch wat aan de lage kant zijn. Van deze hengsten valt dat mee die ik hier gepresenteerd heb. Maar dit zijn ook de enige hengsten die een betrouwbaarheid hebben van 68% of hoger. En nou ja, goed, eigenlijk is 68% al aan de lage kant. En dan zie je dat toch maar een, klein, maar een fractie van, van alle onze hengsten. Uh, die ooit in de fokkerijk is geweest, ook in deze lijst staat. Dus dat geeft wel een klein beetje aan dat we daar toch nog wel wat, uh, wat werk aan de winkel hebben. Maar goed, de eerste aanzet die, uh, die is er. En uh, ja, op deze manier kunnen we ook uh, tot de gegevens uit de wedstrijdsport uh, we gebruiken in, uh, in, uh, ja, toch in de informatievoorziening naar de leden toe en uiteindelijk ook in de verwerking van deze getallen richting, uh, richting het, uh, de totaalindex. Ja, Dan kom ik bij de laatste sheet. Eigenlijk weer terug naar de vraag van ja, hoe selecteren we nu onze, onze merries? Doen we dat op basis van, van predicaten, of doen we dat op basis van fokwaarden? Van nou, ik heb aangegeven dat, dat het selecteren op, op predicaten best zinvol is. Dat heeft ons ook ver gebracht, en, en we hebben ook kunnen zien dat. Dat de merries met de hoogste predikaten uiteindelijk ook uh, uh, toch wel betere fokkerijresultaten hebben dan merries met, uh, met minder goede uh, predikaten. Maar dat uiteindelijk, uh, dat, uh, dat je, als je selecteert op basis van fokwaren, dat je toch nog betere resultaten kunt krijgen. Uh, dus laten we vooral ook, uh, ook beide aanhouden. Het, uh, het begrip stermerrie en -merry, model modelmerrie, dat zal uh, niet verdwijnen. Uh, maar het is goed dat we daar een uh, hulpmiddel naast hebben. Tweede is dat we, dat we de betere marries in de, in de populatie, dus de marries die de hoogste fokwaarde hebben, maar ook de, de marries die binnen de lijst van hoge fokwaarde een laag verwantschap hebben, die zouden we best wel wat, wat beter kunnen benutten. We hebben als, vanuit de Fokkerijraad wel eens het, de suggestie gedaan van misschien moeten we daar wel een, een klein subsidiepotje voor maken om juist ook bij deze marries embrotransplantatie te stimuleren. Er was een keer een, een vraag geweest, ook in een rondje van in, in het land met een enquête. En ja, daaruit bleek eigenlijk dat, dat, toch, dat we daar bij de leden de handen niet voor op elkaar uh, konden krijgen. Uh, misschien is het toch nog iets eens een keer om over uh, na te denken. Want ja, het zou toch uh, de moeite waard zijn als we uit de, de betere merries toch wat meer nakomelingen uh, kunnen, uh, kunnen realiseren. Nou, fokwaarden die, die vormen ook een, een belangrijk hulpmiddel voor, voor de hengstenkeuze. Ik heb dat aangegeven, je kunt kijken naar het lineaire scoreformulier en dat als uitgangspunt nemen. Beter is nog om het, de fokwaarden, ook voor de lineaire kenmerken, daarin mee te nemen. En zoals aangegeven zal daar in een later college ook aandacht aan worden gegeven. Ja, dan nog belangrijk, ik heb ook aangegeven steeds dat de fokwaarden een hulpmiddel zijn. Uh, vanuit uh, de koeienfokkerij weet ik dat sommige mensen daar ook een klein beetje een, een doelstelling van maken. Die dachten van als we nu gewoon hoog keer hoog uh, uh, combineren dan, uh, uh, dan krijgen we uiteindelijk uh, de beste resultaten. Uh, zo is het vaak niet. He, je moet het ook zien als een uh, hulpmiddel. En uh, het is niet altijd zo dat de hoogste hengst ook uh, de beste combinatie met jouw uh, met meddy uh, uh, vormt. En uh, daar zul je dus vooral ook naar moeten blijven kijken. He, dus het is... Uh, Zaken om uiteraard rekening te houden met fokwaarden, goed kijken naar fokwaarden, maar vooral ook een scherp oog te houden voor de paden achter de cijfers. Dus dat als, als toch misschien als een klein beetje een relativerende conclusie op het, het verhaal dat fokwaarden dat van belang zijn. Dat was de presentatie, beste mensen, over fokwaardenschatting. Er is een mogelijkheid om vragen te stellen. Ik geloof dat er ook al wat gebruik van gemaakt is. En, uh, die staan nu op het scherm geprojecteerd en ik zal kijken of we die vragen ook kunnen uh, uh, beantwoorden. Kunnen. En anders dan uh, zoals aangegeven, dan gaan we kijken of we dat via een vraag en antwoord uh, Q&A uh, via een website nog een keer kunnen uh, presenteren. mij heb ik maar een deel van de vraag? Nee, toch niet. De vraag is, met de fokwaarde wordt nu benoemd zonder inweging van verwantschap. Nou ja, kijk, we hebben fokwaarde voor, voor de exterieurkenmerken, voor bewegingskenmerken, straks voor sport, voor karakter en voor, voor levensduur. En daar neem je verwantschap niet in mee. Maar in de totaalindex, op basis waarvan je paden op volgorde zet, merries of hengsten, daar nemen we die, het verwantschap wel in mee. Dus 20% verwantschap, 80% de fokdoelkenmerken, om op die manier te voorkomen dat selectie op de totaalindex, of het selecteren voor de totaalindex, leidt tot, tot extra inteelt. Even kijken. Indien je de beste fokwaarde gaat gebruiken om de betere paarden te fokken in plaats van te kijken naar premies, dan beoordeel je het product toch weer fenotypisch. Oei, deze is best wel kritisch. Uh, kijk, uh, we proberen en dat is ook wel een klein beetje waar we allemaal naar streven. Uh, dat we uh, paardenfokkerij is voor het groot deel de surisport. Uh, en en uh, we proberen uh, dat uh, op een zo goed mogelijke manier te doen, maar in, in, het, uh, in het keuren van paarden zit altijd een zekere vorm van subjectiviteit. Uh, smaak noemen we dat ook wel eens. En uh, ja, je wilt eigenlijk er naartoe dat je meer naar uh, objectieve uh, uh, maatstaven gaat. En schatting zou je kunnen zien als uh, iets wat uh, in zekere zin uh, objectief is, alleen. We weten ook dat de fokwaarden mede gebaseerd worden op basis van keuringsresultaten, de lineaire score. Dus de kwaliteit van de fokwaarden zijn ook voor een groot gedeelte het gevolg van de kwaliteit van de beoordeling. Van de in zekere mate subjectieve beoordeling. Dus ja, in zekere zin klopt deze stelling wel dat, dat ook de, de fokwaardenschatting, dat dat een zekere fenotypische component heeft, een zekere subjectieve component van het beoordelen en het scoren van paren. Kan er een voorbeeld komen van hoe de fokwaarde door een fokker berekend kan worden? Nou, dat, dat, dat is behoorlijk lastig. Uh, Volkbare schatting is uh, een, uh, een vorm van, uh, van matrixwiskunde uh, waar uh, je, 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 je vergelijkt eigenlijk uh, tienduizenden paarden met elkaar voor verschillende kenmerken onder verschillende omstandigheden, met verschillende zuurleden, met verschillende hengsten. En uh, ja, dat, dat, is een, een, uh, dat is niet iets zo wat je op de achterkant van de sigarendoos van de kunt berekenen. Het is wel de manier waarop we het monitoren, van als we zien dat, dat fokwaarden veranderen, van dat we kijken van, van is daar een logische reden voor, dus dat, dat kunnen we wel doen. Ik kreeg laatst nog een vraag van iemand die had een modelmerrie en die was eh, plotseling, het was al een oudere modelmerrie, en eh, die, die was plotseling een aantal punten voor het kenmerk beenwerk naar beneden gegaan. En ja, dan komt de vraag van hoe kan dat? En ik kan het niet narekenen. Nee, dat klopt. En dan kijk je even in, de, uh, in wat er in die familie gebeurd is. Hè, want je neemt alle paarden in de familie ook mee in de fokwaardenschark. En dat bleek dat van die, uh, van die Mary, een volle broer, bij de eerste bezichtiging uh, een vier voor beenwerk had gehaald. Ja, dat, uh, dat werkt dan ook weer uh, door in de fokwaarde van, uh, van de zus. Hè. Dus, uh, dus we kunnen wel als fokwaarde als veranderen, kunnen we dat best uh, herleiden naar... Uh, Gebeurtenissen naar meer nakomelingen die misschien minder of beter hebben gepresteerd. Naar bijvoorbeeld volle zusters of halfzussen, halfbroers, volle broers, die gekeurd zijn en een ABFP-test hebben gelopen. Maar om nu zomaar op de achterkant van een sigarendoos die fokwaren te berekenen, ook de fokwaren dat gebeurt hier ook niet op het stamboekkantoor... Dat, dat gaat naar een, een rekencentrum. Je hebt daar ook behoorlijk krachtige computers voor nodig om, om die fokwaarden te berekenen. Dus ja, ik kan daar niet zomaar een voorbeeld van geven. Er wordt aangegeven dat voor correctie van de fokwaardenschatting rekening wordt gehouden met de jury. Wordt deze correctie ook doorgevoerd ten tijde van de beoordeling van Marys middels de lineair score op een fokdag? Ja, nee, dat, dat gebeurt niet. Het is niet zo dat, uh, dat als een, uh, een linea scorer een, een bepaald paard voor een bepaald kenmerk een 20 heeft gescoord en dat uh, het, uh, het stamboek zegt van nou ja dat is ook altijd een beetje wat een zuinig zuurlid, laten we er maar 25 van maken. U krijgt gewoon de scoreformulieren thuis zoals die door, uh, het, uh, door de uh, betreffende uh, zuurlid inspecteur is uh, is uh, uh, genoteerd, alleen in de fokwaardenschatting wordt daar wel rekening mee gehouden. Als je dan een, uh, een zuinig zuurlid zou halen met een, met, uh, met een, een, een lage score en een uh, royaal zuurlid met een lage score, dan zal uh, dat paard met die zuinige zuur die zal een klein beetje opgewaardeerd worden. Maar goed, ik wil hier niet mee veronderstellen dat uh, de verschillen heel groot zijn, want die, die zijn niet heel groot. Alleen, het is wel zo dat we daar wel rekening mee houden. Wat is de gemiddelde verbetering van paarden per generatie? Uh, ja, dat, is, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik die zo kan beantwoorden. Het is wel iets uh, waar we naar kijken van, uh, uh, we noemen dat genetische trends, dat we eigenlijk het, uh, kijken naar de gemiddelde fokwaarden voor alle kenmerken per geboortejaar. He, dus de gemiddelde fokwaarden per kenmerk, per geboortejaar, om te kijken van of we de goede kant op gaan. He, en, uh, uh, we hebben uh, eigenlijk jaren uh, gehad dat bijvoorbeeld voor het, het kenmerk uh, uh, kruisligging, uh, de kroepvorm, uh, dat we daar uh, richting meer hellend uh, zijn gegaan. En, uh, nou, dat, dat is de laatste jaren uh, ook bijvoorbeeld door, uh, door hengsten als uh, de invloed van Norbert, de invloed van Beert, is dat behoorlijk bijgebogen. Het kenmerk waar we nu eigenlijk wat een ongunstige trend in zien is de stand van de achterbeen. Die toch neigt meer sabelbenig te gaan worden. Dus dat zijn wel zaken die we daar ook in oppakken. En proberen ook weer terug te koppelen naar de inspectie om daar ook in het keuringsbeleid weer rekening mee te houden. We zien voor de andere kenmerken dat we, dat we vooruit gaan. Ook best wel veel vooruit gaan. En met name als het gaat om de bewegingskenmerken. Nou, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat uh, bij het keuren van paren, bij de beoordeling van paren, de beweging ook, uh, ook dubbel telt. Dus, uh, he, dus dat, uh, dat vertaalt zich ook in, uh, in gunstige genetische trends. Goedenavond, wordt hier gevraagd. In de fokwaarden van duurzaamheid worden daar ook de problemen als slokdarm, CPL, chronische mak, etc. meegenomen. Um, nou ja, goed, levensduur neem je natuurlijk uh, alles in mee. Dat is een generiek kenmerk. Het maakt niet uit uh, waarom een paard uh, minder oud is geworden. Dus dat, uh, dat zul je alle problemen daar automatisch in meenemen. Uh, als het gaat om de individuele aandoeningen, hè, bijvoorbeeld uh, de slokdarmverwijding, dan, uh, hè, dan is dat toch iets waar we proberen met, uh, met DNA-testen meer uh, grip op te krijgen. Ja, want dat, dat zou een, een stuk sneller zijn. Tot nu toe zijn we daar nog niet uh, heel succesvol in geweest. Uh, maar uh, recent hebben we daar ook weer een nieuw onderzoek opgestart in, in de Verenigde Staten. om te kijken of we daar toch niet tot een DNA-test kunnen komen. En want we hebben het vanavond over predicaten, dus fenotypen en fokwaarden. Daar is natuurlijk nog een. een, een, een een, ...een manier om nog sneller uh, te kunnen selecteren en dat is gewoon rechtstreeks op het DNA. Hè, wat we met Waterhoofd en Dwerg doen en dat willen we eigenlijk ook doen voor, uh, uh, voor de slokdarmproblematiek, de autoruptuur. Uh, CPL, daar is binnen het, het trekpaard uh, de, de, nodige, de nodige onderzoek uh, gedaan en dat heeft ook nog niet geleid tot, uh, tot uh, resultaat. Hè, maar met name die aandoeningen, die zouden we toch het liefst op, op DNA-niveau willen aanvliegen. Maar goed, uh, in algemene zin... Zullen ze ook onderdeel zijn van duurzaamheid. Dus als je succesvol zou kunnen selecteren op duurzaamheid, dan zul je ook indirect ook voor alle onderliggende kenmerken die een negatieve invloed hebben op duurzaamheid, zul je op in kunnen spelen. Zijn erfelijke gebreken als slootdarm vlaming en eczeem niet tenminste net zo belangrijk als competitiesport voor de sport? Ja, ik denk uh, nog belangrijker. Uh, we zeggen wel eens een keer, we willen graag een mooi paard en we willen uh, graag een paard wat in de, in, de, in de sport het goed doet. Maar het begint natuurlijk allemaal bij een, een gezond paard. En, uh, en dus wat dat betreft uh, zeker mee eens dat die, uh, dat die kenmerken uh, belangrijk zijn. Uh, ja, ook op basis, uh, -exeem wordt hier genoemd, uh, daar hebben we ook geprobeerd, uh, een beetje op dezelfde manier als Waterhoofd en Dwerg, op DNA-niveau uh, wat te doen. Uh, bij uh, Waterhoofd en Dwerg hebben we tien uh, leiders uh, vergeleken op DNA-niveau met, uh, met tien gezonde dieren. Bij e Exeem hebben we nog uh, uh, fors geïnvesteerd, daar hebben we 200 uh, schuurders vergeleken met uh, 200 uh, niet-schuurders. En dat heeft desondanks nog niet geleid tot een, tot een oplossing. Waar we nu uh, naar aan het kijken zijn is naar een soort serologische test. Dat je op basis van een, uh, een bloedmonster kunt vaststellen of een paard uh, wel of niet gevoelig is voor zijn. En dat zou uh, ook al een stuk uh, kunnen verbeteren in, uh, in de selectie. En, uh, dus dat is een, een nieuwe ontwikkeling. En we zouden hier graag uh, uh, veel sneller en... en uh, uh, Mee aan de slag willen gaan, maar dit zijn, uh, dit zijn behoorlijk lastige kenmerken om op te, te selecteren. Maar goed, het is heel simpel. We willen uh, de gezondheidskenmerken zijn, uh, die zijn het allerbelangrijkste vandaar ook uh, de grote aandacht die we ook voor, uh, voor inteelt hebben. De volgende vraag. Als ik de keuze van een hengst baseer op fokwaarden, dan kom ik iedere keer ook uit bij heksten waarbij intil de verwantschapscijfer dan erg hoog is. De keuze wordt dan erg bemoeilijk omdat je daar ook laag mee wil blijven. De vraag is: hoe kan dat dit zo is? Nou ja, goed, het is. Ik heb net ook aangegeven dat uh, als we um, selecteren uh, voor uh, alleen uh, exterieur en beweging, he, dus uh, de fokdoelkenmerken. Dat daar wel een aantal gensten uh, heel dominant zijn. He, dus het, het zou kunnen zijn dat, je, uh, dat, uh, dat juist ook selectie voor die kenmerken dat dat ook leidt tot, uh, tot meer intil, tot hoger verwantschap. En, uh, en, en dat is nu ook juist de toegevoegde waarde van, uh, van die totaalindex, waar je ook het, uh, het verwantschap in, uh, in meeneemt. Nou ja, dan zie je ook dat er, dat er toch wel een aantal uh, lager, lager verwante merries zijn die. Uh, of uh, hengsten zijn die, die ook uh, goede fokwaarden laten zien. En uh, ja, het is toch altijd zaak om dat uh, wat op te zoeken in, uh, in de combinaties. Nou uh, goed, daarmee loop ik al een klein beetje vooruit op een, uh, op een, uh, op een volgend college. Ik zou toch uh, de, de algemene stelregel daar een klein beetje op vooruit lopen. Dat je toch probeert in eerste instantie een, uh, een correcte paring te maken. Dat je zegt van. Uh, en dat, dat gaat niet zozeer over hoog of laag, hè, maar dat je toch van je merrie de, ja, de drie kenmerken, uh, maximaal drie zou ik zeggen, die het minst goed zijn aan een merrie, probeert te corrigeren met een hengst die dat wel goed verheft. En dat hoeft niet altijd een hengst te zijn die, uh, die ook uh, op totaal niveau, op het hoogste niveau acteert. Eh, maar eh, die in ieder geval ervoor zorgt dat, eh, dat eh, de minder goede eigenschappen van een merrie gecorrigeerd zijn. En ja, als het dan zo is dat je nog een aantal hengsten eh, overhoudt die dat eh, kunnen corrigeren... Ja, dan is het aanbevelingswaardig om ook eh, de laagverwante daarin eh, in te gebruiken. Maar goed, dat is eh, bij sommige merries best wel, eh, best wel lastig. en Dus dat hangt ook wel een beetje van de merrie af en, en uh, hoeveel eraan. Uh, verbeterd zou kunnen worden. En, uh, uh, maar goed, ik zou zeggen: eerst een, een correcte paring en, en dan kijken naar verwantschap. Gaat het gemiddelde verwantschapscijfer elk jaar omhoog? En zo ja, hoeveel? Nou, die vraag die zou ik uh, graag, laten we dat dan maar een cliffhanger noemen, naar het college van donderdag, waar we uh, toch wat meer specifiek over uh, uh, intilt en verwantschap uh, gaan praten. En uh, waar ik ook in zal gaan op uh, van, uh, ja, hoe het verloop van verwantschap en inteelt uh, door de jaren heen is. En uh, of het dat iets is waar we ons uh, heel druk over moeten maken of juist niet. Uh, en wat we daar allemaal aan doen. Dus ik, uh, die vraag die bewaar ik even voor, uh, voor donderdag. Oh, de laatste vraag begrijp ik. Maakt niet uit als er nog uh, een nabrander is. Een vraag die later. Uh, te binnen schiet, stuur maar een mail of naar het Stamboek of een belletje. Dat kan natuurlijk ook en dan proberen we de vragen te beantwoorden. Kan je de waardering hoe hoog een paard in de Volkwagen-index staat niet belangrijker maken dan zijn premie? Nou ja, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Uiteindelijk daar gaan we er naartoe dat. Uh, dat dat ook zo is. He, het, uh, kijk, als we al vaststellen, uh, en ik heb geprobeerd daar wat, uh, dat wat duidelijk te maken vanavond, dat, uh, dat de fokwaren eigenlijk uh, een, een beter inzicht in een paard geven dan de premie, dan, uh, ja, dan zal dat op een gegeven moment ook uh, belangrijker moeten zijn. He, je, je ziet eigenlijk in, in alle uh, fokkerijen van alle diersoorten waar uh, fokwarenschatting geïntroduceerd uh, is, dat uh, uiteindelijk uh, de predicaten ook zijn komen te uh, verdwijnen. Nou, ik zou dat uh, bij, het, uh, bij de paardenfokkerij uh, niet na willen streven. Ik denk dat, uh, dat beide ook prima naast elkaar kunnen uh, blijven bestaan. Alleen, uh, ja, goed, als, je, uh, als ik naar een, een, uh, een paard kijk, dan, uh, dan hecht ik zelf meer waarde aan de, aan de fokwaarde dan aan de, aan de premie. En precies om dezelfde reden waar, waar ik eigenlijk mee begonnen ben, is dat je uh, zat hebt die matig gefokt hebben... En we hebben ook een, 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 een voorbeeld van een stamboekmerrie gezien, uh, waarvan drie vrichtingsengsten zijn gekomen, waarvan eentje goedgekeurd. En uh, waarvan negen nakomelingen ster zijn geworden. Dus dat geeft het wel een klein beetje aan, dat, uh, dat uh, uiteraard uh, premies en predikaten belangrijk zijn. Maar uh, ja, in, als het er uiteindelijk op aankomt, dat Fokwaarden, uh, de index, dat dat uh, belangrijker is. Alleen daar zal best wel wat, uh, wat tijd overheen gaan. Uh, Voordat we dat allemaal ook op die manier uh, zien. Goed, dat waren uh, de vragen. Uh, fijn dat u uh, uh, gekeken hebt.